op maat snijden van de isolatie. Het is een PE-vorm, 2 cm dik. Gebruiken we een scherp mesje, die in ieder geval lang genoeg is door de isolatie heen te snijden. In ieder geval iets wat recht is, in dit geval gewoon een houten lat, waar je mooi langsaf recht kunt snijden. Een 90 graden haak is handig om in ieder geval alles 90 graden af te snijden, zodat we uiteindelijk niet scheef gaan snijden. En dan heb ik hier een latje met mijn maten erop die ik nodig heb. En dan is het snijden. En een rolmaat, of in ieder geval iets waarmee de maat kunt aftekenen, is handig. Makkelijk kan zijn om te onthouden welk stukje het is. Ik heb net gesteekt voor een mesje. Het is gewoon een 9,5. Opzetten. Snijden de isolatie met een mesje op maat. Dus in dit geval meer dan prima. Willen we uiteindelijk de isolatie met een vilt of kunstleer of iets anders afplakken, netjes maken, dan kun je de isolatie ook zaken. Dan zorg je uiteindelijk voor dat de rand netjes is gezaagd. Een heel klein beetje grof, maar het ziet eruit. Voor het afplakken is het gewoon mooier om dan te zagen. En dat doe je in dit geval in de hal zeer gezond. Vind je deze video tof? Like de video en kijk op sargent.eu.